Vader vindt u in de komende stuurkolom. Het was de wens van Frank om de uitreiking plaats te laten vinden op de eerstvolgende bijeenkomst van het reunieverband ML-KNIL. Dat er tussen het moment van toekenning, februari, en de uitreiking, vandaag, 8 maanden zou zitten, vond hij absoluut geen probleem. Het is dan ook een grote eer om nu het woord te mogen geven aan commodore Dick van Inge, die namens de commandant luchtstrijdkrachten een omissie uit het verleden zal rechtzetten. John. Dankjewel, Henk Kaufman, voor de ruimte die we hier krijgen als luchtmacht. Geachte familie Boom, in het bijzonder Frank en John Dave. Geachte reunisten, geachte overige aanwezigen. Mijn naam is, zoals Henk al zei, Dick van Inge en ik ben als commodore van de Koninklijke Luchtmacht werkzaam bij de directie Integraal Beleid op het ministerie van Defensie in Den Haag. Het is voor mij een eer om hier vandaag de commandant luchtstrijdkrachten te vertegenwoordigen op deze reunie en bij deze belangrijke gebeurtenis. Het uitreiken van de GESP Nederlands-Indië 1941-1942, welke hoort bij het oorlogsherinneringskruis van sergeant-majoor Alex Boom. Ik begin met een paar woorden die de commandant der strijdkrachten, admiraal Rob Bauer, sprak hier in Brombeek op 8 september jongstleden. En hij deed dat tijdens de herdenking van de Japanse zeetransporten. In 3,5 jaar tijd hebben 185 hellships, meer dan 100.000 krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders, de zogenaamde Romusha's, vervoerd. En onder die krijgsgevangenen waren Britten, Amerikanen, Australiërs en Nederlanders. Voornamelijk militairen, een klein aantal burgers. Meer dan 22.000 krijgsgevangenen en vele duizenden Romusha's hebben deze transporten niet overleefd. Dat kwam vaak door de erbarmelijke omstandigheden aan boord. De term hellenschepen zegt eigenlijk alles. Want naast de afschuwelijke omstandigheden aan boord kregen de krijgsgevangenen met nog een ander gevaar te maken. Een gevaar dat nota bene van de geallieerden zelf kwam. De hellenschepen waren namelijk ook regelmatig het doelwit van bombardementen of aanvallen met torpedo's. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Ook sergeant-majoor Boom trof dit verschrikkelijke lot. Op 25 juni 1944 kwam hij om het leven, nabij Nagasaki, aan boord van het hellenschip Tamahoko Maru. Het schip werd getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeër USS Tane. Binnen 2 minuten na de aanval zonk de Tamahoko Maru 560 van de 772 Amerikaanse, Australische, Britse en Nederlandse krijgsgevangenen aan boord, overleefden de aanval niet. Sergeant-majoor Alexander Cornelis Hendrikus Boom was een van hen. Op 24 december 1949 werd aan hem postuum het oorlogsherinneringskruis toegekend. Na de oprichting van de vliegtuigafdeling van KNIL meldde Alex Boom zich als beroeps in Chimahi. Hij kreeg een opleiding voor vliegtuigmonteur en werd geplaatst bij de pas opgerichte afdeling Glen Martin Bommenwerpers. Bij de Japanse aanval op onder meer Maleisië en Nederlands-Indië was sergeant-majoor Boom werkzaam als hoofdmonteur, boordschutter en tevens tweede vlieger op de Glen Martin Bommenwerper. De tweede vlieger zat in de achterste cockpit. Met een beperkt aantal instrumenten en bedieningshendels kon hij in noodgevallen de bommenwerper besturen. Het landingsgestel bedienen vanuit de achterste cockpit ging echter weer niet. De tweede vlieger kon wel opereren als boordschutter. En als boordschutter heeft sergeant-majoor Boom een succesvolle aanval uitgevoerd op een Japans toestel. Na de val van Singapore werden de vliegtuiggroepen teruggetrokken op Java en werd hij gestationeerd op het vliegveld Chilichian
bij Batavia. Daar was Alex nog even samen met zijn gezinsleden die nabij het vliegveld woonden. Echter toen de Jappen Java binnenvielen, werden de Glen Martins verplaatst, eerst naar het verder weggelegen vliegveld Andir en later naar Australië. Sergeant Muir Boon bleef achter op Java en werd krijgsgevangen gemaakt. Wrang is dat hij een belangrijk aandeel had in de mogelijkheid om de laatste Glen Martin naar Australië te laten vliegen. Hij had immers uren doorgewerkt om extra brandstoftanks in het bommenruim te monteren. Reserve brandstoftanks die onder zijn leiding van een ander vliegveld werden gehaald. En in de laatste, nog vliegende, Glen Martin werden gemonteerd. Terwijl sergeant Muir Boon lag te slapen, uit te rusten van zijn werk, vertrok de kist. Dit tot woede en verdriet van Alex Boon. Ik kan me voorstellen dat u ook vaak nog heeft gedacht, als het allemaal anders was gelopen, had hij misschien de oorlog overleefd. Maar het liep niet anders. Op Java werd hij krijgsgevangen gemaakt. En vanwege zijn technische vaardigheden werd hij in 1944 op transport naar Nagasaki gesteld. Zoals gezegd, overleefde hij het transport naar Nagasaki niet. Het oorlogsherinneringskruis werd hem toegekend. Maar verzuimd werd om de bijbehorende GESP Nederlands-Indië 1941-1942 toe te kennen. Dat was omdat de archieven uit die tijd grotendeels verloren waren gegaan. En daardoor kon aanvankelijk niet worden nagegaan of Boon na 7 december 1941 en voor 9 maart 1942 in Nederlands-Indië of Malakka, hetzij te velden of in een legervliegtuig, een bijdrage had geleverd en had deelgenomen aan militaire gevechtsacties in de strijd tegen de Jappen. En dit zijn de eisen voor de toekenning van die GESP. In 1990 is aan de hand van Dr. Peter Boer de publicatie Luchtstrijd om Indië verschenen. En vanaf dat moment weten we pas echt wat er zich in die periode heeft afgespeeld. Door middel van interviews en briefwisselingen reconstrueerde hij wat er precies is gebeurd. Dankzij het bronnenmateriaal kon Henk Kaufman, voorzitter van het Reunieverband Militaire Luchtvaart KNIL, bij het hoofdafdeling decoraties van het ministerie van Defensie, de algenoemde ingenieur Bert Keers, verzoeken om aan sergeant Muir Boon de GESP Nederlands-Indië 1941-1942 alsnog toe te kennen. Ook Frank Boon, een van de zoons van Alex, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het rechtzetten van dit onrecht. Sergeant Muir Alex Boon kan trots zijn op zijn nageslacht, waarvan Frank en John Dave, beide Nieuw-Guinea-veteraan, en John Dave ook nog drager is van de Bronzen Leeuw, hierbij vandaag aanwezig zijn. Kruis. 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 Voor ik overga tot het uitreiken van de GESP Nederlands-Indië 1941-1942, wil ik afsluiten met een woord van dank. Want een aantal mensen heeft het mogelijk gemaakt dat vandaag die GESP Nederlands-Indië 41-42 wordt uitgereikt. Het hoofd van de afdeling onderscheidingen van het ministerie van Defensie, Bert Keers. En Henk Kaufman, die met steun vanuit het NIMH onderzoek heeft verricht en de bevindingen op papier heeft gezet. En na het uitreiken van de GESP wil ik Henk en Corrie graag nog even naar voren hebben. Voordat ik dat doe, wil ik allereerst graag de broers Frank en John Dave hier naar voren vragen. Jullie hebben de herinnering aan jullie vader levend gehouden. Het verheugt mij dat jullie de GESP Nederlands-Indië 1941-1942 hier in ontvangst kunnen nemen. En uiteraard kom ik daarvoor van het trapje naar beneden. Mag ik vanuit de zaal een korte applaus?
best bij mij past. Mag ik nog even op de beide broers ja, even in licht. Dat even, ja. Kijk even, maar een paar erop. Ja, dat is een beetje zo'n frisse ding.